29 september, zondagochtend. En het is bijna anderhalve minuut voor drie. Zometeen gaat de klok een uur terug. Dan spelen we weer wat met de tijd. Dat is eens verzonnen om wat zuiniger met de energie om te springen. Oftewel om dat wat effectiever aan te pakken. Nu is het weer wintertijd. Die gaat tenminste straks in. Wintertijd zal er weer een nieuwe Elfstedentocht zijn. Zullen we weer lekker op het IJsselmeer kunnen schaatsen? Het blijft nog maar de vraag. Het zou wel leuk zijn. De Nederlandse spoorwegen bieden naar onze mening de beste mogelijkheid om te laten zien dat die klok inderdaad 1 uur terug gaat. Dat gaat u straks met ons meebeleven. Dat duurt nog 1 minuut na nu. Dus we blijven rustig onder deze klok staan en ik babbel nog even verder. Als de klok eenmaal op 2 uur weer staat, gaan we ook nog eventjes de stad in om te kijken of daar nog wat dingetjes zijn die duidelijk aantonen dat de klok 1 uur terug is gegaan. Wat dacht u bijvoorbeeld van een zonnewijzer of bijvoorbeeld de Grote Kerk? We geven toe, oud en nieuw is misschien iets spannender, maar dit gebeurt ook maar 1 keer per jaar. En daarom dachten wij van de Horende Regio, kom, het is interessant om nu eens naar de Nederlandse spoorwegen, naar het station te gaan en te kijken hoe die klok precies teruggaat. Want dat ziet u toch zelf niet. Wat schetst mij even verbazing, de Nederlandse spoorwegen, die gaan gewoon door met de tijd. Ik schiet een beetje in de lach, ik ben benieuwd, misschien staan we hier om 9 uur van morgenochtend nog. We gaan gewoon door, de camera lacht wat, ik lach wat, we gaan dit meebeleven. Kijk, Horen in de Regio is er natuurlijk weer bij. Hierbij in Horen wordt niet naar de wintertijd geluisterd. Wordt dit een drama, wordt dit voorpagina nieuws op de Telegraaf, net zoals dat huisje dat laatst in de brand stond op het Grote Oost. We wachten het maar weer af. Maar u bent er in ieder geval bij. De tijd stopt. Dit is een ernstig geval, dames en heren. Rijden de treinen morgen nog? Wat gaat er gebeuren? Ik zie nog geen UFO's om mij heen landen, dus we bevinden ons nog steeds in Horen, maar hier gebeuren rare dingen. Gaat de tijd niet meer verder? Of gaan we gewoon een uurtje stilstaan? Goedenacht, u spreekt met Job Groenhoek van Horen in de Regio. Ik sta hier in Horen op station en de klok staat stil. Is het heel Nederland zo? Kan dat tegenwoordig niet technisch geregeld worden dat die klok gewoon een uurtje achteruit gaat? Hoop mensen kunnen. En wordt het van centraal uitgeregeld of gaat het automatisch? Een moederklok. Een van de beroepen die ook 's nachts plaatsvindt is het beroep taxichauffeur. En die taxichauffeurs moeten dag en nacht inderdaad de mensen naar huis brengen of van huis ophalen. Hiernaast zit een taxichauffeur, uw naam is? Kees Entjes. Kees Entjes, zeg, normaal is natuurlijk iedere nacht een soort verloop van drukte. Hè? Bijvoorbeeld om 2 uur als de kroegen uitgaan is het wat drukker. Is het deze nacht 2 keer zo'n drukpunt? Of is er een verschuiving ergens zichtbaar op de een of andere manier? Nou, de verschuiving is wel zichtbaar en dat is met de klok van 3 uur naar 2 uur. Ja. Nou, dat blijft even meer rekken nu. Je hebt even meer werk, dat wel. 1 uurtje langer werken vannacht, een uurtje
super extra uitbetaald of gaat het niet op? Nou, wij stoppen gewoon normale tijden. En die klok van ons die blijft gewoon doorgaan. Okay. En die zetten we morgenochtend wel weer terug. Maar wie gaat het uurtje dan doen? Dat uurtje, dat doen wij gewoon. Okay. Bedankt. We zijn gekomen aan het eind van onze nachtwandeling. We zijn nu beland naast de foyer. Daar staat een zonnewijzer. We hebben net gezien dat de meeste klokken nog allemaal verkeerd lopen. Maar dit stukje oude techniek is in die tijd echt eeuwen geleden zo gemaakt dat het de wintertijd die later ook nog eens zou gaan komen zoals we nu hebben, dat die klok teruggezet zou kunnen worden. Deze zonnewijzer die wordt op dit moment, of straks gaat dat meen ik gebeuren, teruggezet. Astronomisch is het zo het geval dat precies op deze tijd de maan via de reflectie van de zon teruggaat. Kijk, dat ziet u hier gebeuren, heel duidelijk. De lijn die hier loopt. En het is eigenlijk fantastisch dat vroeger, toen men nog niets wist van kwarts en van radartjes en alle techniek die er nu is, dat men toen al de wintertijd en de zomertijd duidelijk zichtbaar kon maken. Beter als nu het geval is met de grote kerk of op het station waar een of andere centrale moederklok het allemaal moet doen.